Fagro is een bedrijf dat economen van hoog niveau het was in dienst neemt en die plaatst bij organisaties in de omgeving. We praten dan over 70% van onze klantenkring, zeg maar, is profitorganisaties en 30% circa is non-profit organisaties. We zijn dus ook geen driedelige springende poppen. We hebben een hands-on mentaliteit. We willen graag onze mensen, maar ook de klanten, dat die zich gedurende het project zich steeds verbeteren. Nou, op een gegeven moment kwam er steeds meer discussie in de maatschappij over MVO. Toen zijn we dat gaan inventariseren, wat we aan deden. En we hebben daar ook een discussie over gehad met ons personeel. Ons personeel kwam toen met een soort vliegwiel met allerlei opmerkingen, vragen en suggesties om dingen op te pakken en verder door te voeren en in te voeren. We hebben dat toen ook geformaliseerd. We zijn officieel voor een MVO-certificaat opgegaan. En de toenmalige projectleidster vroeg aan mij: Jos, waarom wil je eigenlijk MVO doen? Waarop ik heb geantwoord: heel simpel, fatsoen doe je toch gewoon. Bij Fagro wordt het thema People ingevuld door de aandacht voor onze medewerkers. Onze medewerkers zijn ons grootste goed. Dat vullen we in door heel veel aandacht voor de medewerker. Dat uit zich in het verstrekken van de opleidingen voor de consultants, het verstrekken van cursussen in de soft skills en het geven van de juiste opdracht voor de ontwikkeling van de consultant. Het uit zich ook door een goede balans tussen woon en werk voor de consultant, met name ook de reisafstand. Het streven is de reistijd voor woon-werk voor de consultant te maximeren op een uur. Het thema Planet wordt bij Fagro onder andere ingevuld door de aandacht voor het wagenpark. We hebben 180 leasewagens en die proberen we steeds milieuvriendelijker te maken. Dat uit zich onder andere in een bestelling van 70 energiezuinige Ford Fiesta's bij een lokale ondernemer. Een ander voorbeeld van op het thema Planet is dat we bij Fagro in een energiezuinig gebouw zitten. Dat betekent dat de warmte van de ene kant van het gebouw naar de andere kant wordt getransporteerd en vice versa. De verlichting in het gebouw van Fagro zich aanpast aan het zonlicht van buiten. Dat betekent dat de TL-verlichting in de zomer veel minder brandt. Het thema Profit Prosperity wordt bij Fagro ingevuld door lokaal aanwezig te zijn. We maken gebruik van medewerkers die hier in de buurt wonen. We proberen ze zoveel mogelijk neer te zetten bij bedrijven binnen een uur reisafstand. Daar zijn onze verschillende kantoren ook op ingericht. En verder ondersteunen wij allerlei maatschappelijke doelen en verenigingen. Fagro neemt ook haar verantwoordelijkheid in regioversterkende initiatieven zoals de Smart Service Hub en Buurtalen. De essentie van MVO is naar onze mening dat je dingen doet die je belooft. Dus we hebben een hands-on mentaliteit en we willen graag dingen ook echt uitvoeren. Net zoals onze mission statement, Improving Your Performance, is dat de prestaties van de klant duurzaam moeten worden verbeterd. En dat geldt ook voor de ontwikkeling van onze mensen. We willen ook dat onze medewerkers zich steeds verder ontwikkelen en dus zich steeds verder verbeteren. Oftewel, kort samengevat, MVO in de kern in één zin samenvattend, fatsoen doe je gewoon.